Goedemorgen, dit is vandaag maandag en de grote show die gaat weer beginnen. Ik was vanmorgen iets pietsie te laat wakker. Jolie is klaar voor school. Ik heb haar appeltje, waterfles en in de broodtrommel vandaag hebben we proberen altijd... Appeltje? Lekker! Sinds wanneer zitten we het aan, recht? Vandaag hebben we in de broodtrommel snoepkomkommer, rauwe cashewnoten, een zuurdesemboterham met appelstroop en een danoontje. Ik probeer meestal regelmatig, bijna altijd, normaal op het schoolplein te verschijnen. Dus daarmee bedoel ik dus opgemaakt en in normale kleren. Vandaag ben ik een pietje te laat, dus vandaag doe ik net of ik zo meteen naar de sportschool ga. Ga ik even mijn sportkleren. Even de sporty moeder. Dan steek die hier klaar. Ah, voor. Wow, we hebben echt even heerlijk. Nou, eigenlijk wel. Ik heb echt even heerlijk gereden. Ik had echt helemaal geen last. Dus daar ben ik echt super blij mee. Cassie liep eigenlijk. Cassie liep eigenlijk goed. Ik heb lange stukken gedraafd en dan in de korte zijde een beetje terug. Weer gedraafd, heb een stukje gegaloppeerd. En dat ging ook goed en hij was lekker fit. Ik ben blij. En moe. Conditie van een aardbei. Ik heb Casio afgespoten. Die gaat nu even met zijn therapiedekentje eten. Ik ga de video editen. Goedemorgen. Het is zo donker, ik ben nog niet eens te zien. Ik ben helemaal niet eens te zien. Goedemorgen. Het is 17:45. En ik ga onderweg naar stal. We hebben gisteravond laat gesport. Dus ik heb echt mega kort geslapen. Ik ga even wakker worden en dan ga ik jullie zo vertellen wat we gaan doen. Vandaag gaan we met Kier naar de dierenarts. Hij was tijdens de behandeling van de fysio wat gevoelig. En om maar zeker te weten dat we hem goed behandelen, laten we hem nakijken door de expert. Kiertje, we zijn er! Ja. Kier wordt door de dierenarts beoordeeld op de harde en zachte bodem en er worden buigproeven uitgevoerd. Tijdens een buigproef wordt het onderbeen opgetild en wordt er wat druk uitgeoefend. Zo wordt er getest of er pijnlijkheden zitten in de banden, pezen of gewrichten. Als dit zo is, zal het paard gevoelig zijn met wegdraven. Als dit niet zo is, dan geeft het paard geen reactie. Ze hebben net een klinisch onderzoek gedaan bij Kier en daar kwam eigenlijk niets heel bijzonders uit. Ze hebben ook bij de hoefsmid eventjes gekeken. Daar kwam uit dat hij wel erg gevoelig op zijn stralen was. Dus ze hebben nu eventjes voor de zekerheid uitverdoofd om te kijken of hij dan daarna anders zal lopen. Hij wordt van twee kanten gefilmd dan. Uit het onderzoek kwamen gelukkig geen bijzonderheden. Voor de zekerheid worden er wel röntgenfoto's van zijn hals gemaakt, daar waar hij gevoelig reageerde. Het lijkt erop dat Kier een lichte ontsteking in zijn hals heeft. Om een nog beter beeld hiervan te krijgen, zullen we hem ook een keer onder het zadel moeten voorstellen. Dus dit verhaal wordt vervolgd. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Geen idee of het te horen is wat ik zeg, want het is echt... Dit is eigenlijk even de grote... Goed zo, braaf. Goed hoor. Hier, kijk eens, lekker. Oh, braaf. Gaat-ie, hè? Goed zo, opletten. Locatie ook een beetje brok. Goed hoor, Mandone. Kijk eens. We zijn dus aan het oefenen met Mandone in de stapmode. De stapmode met Mandone gaat redelijk goed, zodra ze alleen staat. Maar met andere paarden dan ja, denk ze, hey vriendje, ik ga door de pijlen heen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zowel voor haar niet als voor de andere paarden niet. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon hartstikke gevaarlijk. We hebben het even een tijdje alleen gedaan, zodat dat oké is. En nu, zo. En nu komt het tijd meer met andere paarden oefenen. Dan ben ik dus in het midden van de molen. Even de kaan zien. En dan zet ik haar aan de andere kant van de molen. En dan ze gaat hartstikke goed. Ze is super rustig. Ik laat ze nog. Ik blijf wel even binnen, want ja, het lijkt me goed te gaan. Goed zo. Maar dan ga ik nog niet, hè. Als het nu misgaat, dan ben ik weer helemaal achterop. Goed hoor.
gaan ze daarna in de wei. Dus niet zo op drie. Ach joh, jezus. Hier. Wat wil je van me? Ga je het voor jezelf doen. Je zit gewoon snoep te zoeken jij. Vuile snoepert. Mandoontje staat nu op de wei. Ging supergoed in de molen. Samen met Cas. Dus we gaan nog even een paar keer zo doen. Ik heb nu privéles met Puk, met de nieuwe vos. Dus we gaan even kijken. Rij mee. Nou, doe je weer zo'n stukje naar het hals trekken. Dus op zijn eigen been. Dat je eigen balans daar vindt. Vindt hij nog een beetje moeilijk, hè? Maar... Zo, ja, goed, zo. Nou, zo, ja, braaf, die lengte pak daar zo. Zijn lijf durft te rekken. Braaf, laag. En ontspannen. Braaf, en ontspannen. Goed, zo. Blaas uit. Nou, teugel weer op maat. Ga nog even naar de andere kant. Ja, wende maar. Dat je elke keer net 1, 2 pasjes verder gaat dan dat hij wil. Dus niet dat hele stuk, maar dat je denkt, oké, hier is hij oké mee. Nou, braaf. 1, 2 pasjes even verder. En dan wend je af dat het geen touwtrekwedstrijd wordt. Had je van mij wel eerder mogen wenden hoor. Als je zegt, nou, net voorbij die roze is nog oké. 1 pas verder. Nou, dan wend je. Dan maak je de bak gewoon iets kleiner. Die bak wordt vanzelf groter. Hoi, het is donderdagmiddag. Kom, en we gaan Aso rijden. Er is helemaal niemand in de binnenbak. Nou, ik heb Aso net gelogeerd. Die staat hier. Ik dacht, die komt wel achter me aanlopen. Maar niet, hij blijft netjes bij de deur staan. Ik zet mijn telefoon eventjes op een goede plek, zodat jullie even mee kunnen kijken. Het ging echt super goed. Kom hier. Kom. Kom. Het was vandaag zijn tweede keer in de binnenbak. En we hebben ook voor de tweede keer in de grote bak gedraafd. En dat ging echt super goed. Lief ben je, hè? Nu mag je nog even buiten spelen. Van Aso gaan we naar Athos. Die heb ik eventjes gelongeerd. Die was eigenlijk heel braaf. Dus daar gaan we gewoon lekker bovenop. Aaltje is heel braaf. En ik ga jullie laten zien hoe braaf Aaltje is. Want papa is daar met de kraan bezig. En die komt net met een hele houten dinges voorbij zetten met de kraan. En Aaltje geeft er helemaal niets om. Let op. Nou, we kunnen Aaltje bestempelen als superbraaf. Papa is daar bezig met allemaal dingen. En Aaltje geeft er helemaal niks om. En nu is de liefste Justy aan de beurt. Justy heeft zondag voor het eerst zitten ingelopen. En het ging echt supergoed. Dus Justy heeft eventjes 3 dagen een beetje wei, paddock en logeervrij gehad. En we gaan vandaag weer lekker rijden. Adios! Justy gereden, dat ging hartstikke goed. We hebben vandaag lekker een beetje ontspannen over de rug gereden. Ik ga nu eventjes mijn lessen invullen. En dan ga ik testles geven zo meteen. Goed zo, daar. En dan kijken of je hierin ook mooi die buitenschouder naar binnen kunt sturen. Ja, ja. Want nu komt hij dan, voel je dat hij dan eigenlijk aan links steeds te los wordt, hè? Goed, dus dan mag je niet gas geven, maar een klein beetje meer met je been. Kijken of je het achterbeen naar voren toe kunt rijden. Goed zo. Daar. Betekent niet dat hij minder nagevelijk moet worden, maar hij moet het meer verdelen over 2 mondhoeken. Zo, ja. Heel goed. Zo.
Zo, ja. En zelf een beetje door je zadel blijven schuiven. Zo, ja. Rustig in. Ja, en laat hem daar niet afzwakken met je kuit. Goed zo, alles wat je been erin stopt. Doet je hand meteen weer de goede richting opzetten. Ja, en het liefst eigenlijk alsof dat bit... Ja, die is ook één deel, maar die is natuurlijk gebroken in het midden. Hè? Maar dat je linker bittering en je rechter bittering eigenlijk net zoveel druk geven. En hem ook dezelfde kant op duwen. Ja. Ja, hand laag, hand laag. Goed zo. Voel je dat je hand dan ook een beetje omhoog gaat? Goed zo. Het is vrijdagochtend en dat betekent uitmesten geblazen. We zijn vandaag niet alleen aan het uitmesten, we zijn nog iets heel fijns aan het doen. Ik weet niet of het leuk is, maar vooral heel fijn. Ze zijn met de binnenbak bezig om het dak schoon te spuiten. Kijk, hier wordt opgestrooid. Ik doe dan met papa de boksen leeghalen. En Eve doet met Euse en Maaike de paarden stro geven. Kijk. Hier is een meneertje bezig. Ze doen en de banden aan de zijkant en het dak helemaal schoon spuiten. Volgens mij doen ze daarna ook iets opspuiten dat de spinnen dat niet meer zo aantrekkelijk vinden. Dus ze hebben weer een super shiny bak. Kijk, dat ziet er wel een beetje beter uit. Het is nu vrijdagmiddag. Alle werkzaamheden op stal zijn klaar. Maisara die loopt nu al een tijdje aan het halster. Nu ook met de single om. Dat gaat heel goed. Dus vandaag gaan wij, ik heb hem hier, gaan we voor het eerst het zadel om doen. Het borstdag heeft salon. Ik ga vragen of Felicia ook de camera vast wil houden. En dan kan ik mijn werk doen. Zo. Goed zo. Braaf. Knap hoor. Zo. Braaf hoor. Goed zo, meisje. Ja, onder de indruk, dat zie ik al. Ik heb nooit zoiets engs op zijn rug gehad. Maisara staat met het zadel om. Dat gaat eigenlijk heel goed. Ze reageerde helemaal niet erop. Felicia houdt haar nu een beetje in de gaten. En ondertussen ga ik Aso pakken, want ik ga Aso rijden. Maar deze meneer is aan het slapen. Hé, hey, lief vriendje. Kom maar. Kom maar. Hoi. Hoi, jongen. Je doet zelfs kreunen ervan, joh. Heb je het zo zwaar? Nee. Heb je het zo zwaar? Eerst eventjes logeren. Nou, Aasvoortje was echt super, super, super knap. Kom, vriendje. Kom maar. Hij was nog wel een beetje in dromenland. Maar hij deed het echt super goed. Hij gaat zeker de buitenbak steeds minder eng vinden. Hij vindt vooral de stapmolen een beetje spannend. Maar het wordt wel elke keer beter. Hé! Hey. En eigenlijk mag ze ik niet klagen. Want ik denk dat ik er nu voor de... Zal het zijn? Ik denk de 7e keer op zit. En ik kan eigenlijk al zo los door de bak helemaal alles zelf... Dus hij doet het echt super goed. Kom hier. We gaan nu even kijken of er nog een paddock vrij staat die even kan rollen. En dan even uitstappen. Ik zit nu op Mandoontje. Die heb ik alvast even wat losgereden. Dus die kunnen we nog even meekijken. Daar zijn we weer, tussen het zand door. We waren tegen de bakrand aangereden, dus er viel mijn telefoon van de bakrand af. Mandone ging wel echt heel goed. Ze wordt ook steeds
buigzamer in haar lijf. Ze is wel heel fijn en ze geeft heel makkelijk na. En we zijn nu een beetje aan het werken aan de buiging opzij. En dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Ja, Mandoontje? En we hebben zelfs, als we even mee mogen kijken naar haar kont. Hebben we zeg maar hier zweet. En de beel is helemaal nat. Dus dat betekent echt wel dat we goed de billen hebben getraind. Even kijken of een plekje is in de paddock. Dan kan mevrouw daar ook nog even lekker losstaan. Pandoontje staat nog lekker eventjes los. Felicia gaat haar afzorgen en ik ga nu naar Rebecca in de studio om video's op te nemen. Nou, ik ben bij Rebecca geweest en ondertussen ben ik nu weer in de sportschool. Ik heb al een beetje zweet, we zijn al even lekker bezig. Ik ga nu mijn camera aan de standaard zetten, want we gaan nu boksen. Foute uur van gemaakt. Nu ga ik onderweg naar stal, want daar is Sammy en die gaat me weer mooie nagels geven. Ik heb nu nog de mooie kampnagels. Dus we gaan dat nu weer eventjes mooi bijwerken. En dan wil ik eigenlijk dus even kijken, als ik niet te laat klaar ben, nog eventjes met Just werken aan de hand. Maar dan ga ik eerst eventjes kijken of ik daar tijd voor heb en dan ga ik ook laten zien wat ik ga doen. Het is ondertussen 10 uur. Ik heb weer mooie nagels. En nu ga ik nog even... Waar is het daar? Sammy, help me met hooi geven. Scooby-doo papa. Hey! Nou, de paardjes hebben allemaal lekker eten gehad. Daarna ben ik naar huis toe gegaan. Het was ondertussen al 10:15, want we hadden ook lekker nog een beetje nagekletst. Just heb ik dus niet nog een keertje extra aan de hand gedaan. Omdat ik morgenochtend ook vroeg uit bed moet. Dat ga ik nu nog even verrassing houden. Maar we gaan morgen echt iets superleuks doen. En als we dan een beetje op tijd terug zijn, dan kijk ik of ik aan het eind van de dag dus misschien nog een keertje kan doen. Ik ga nu lekker naar bed. En morgenochtend gaan we om 7 uur weer uit bed. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Ik ga nu naar de stal waar Ivy staat. Daar doe ik nooit film op de stal. Omdat dit bij deze mensen aan huis is. En dat die daar graag... hun eigen privacy willen houden. Ik ben daar dan 4 ochtenden in de week. En vandaag op zaterdag, omdat ik morgen wedstrijd heb. Daarna gaan we het leuke doen. Daar zijn we. Jimmy mag vandaag mee om iets op te halen. Lieve. Pretty Toto is onze nieuwste aanwinst. Een aantal maanden geleden zijn we voor het eerst bij haar wezen kijken. En we waren gelijk helemaal verliefd. Pretty Toto is nu oud genoeg om naar de opvolg te gaan. Daar is ze dan! Onze Pretty Toto! Het veulentje waar wij het laatst over gehad hebben. Ze ging zo tevreden in. Nu gaan we haar lekker naar de wei brengen. Is die ogen half dicht? We zijn op het vakantieadres. Het is super goed gegaan. Ze hebben zich onderweg heel goed rustig gehouden. Ik ga even op zoek naar halsvertrouwen. Op een opfokbedrijf groeien de jonge paarden op totdat ze 3 of 4 jaar zijn. De opfok is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge paarden. Ze leren wat rangorde is en dat is zeer belangrijk voor de verhoudingen tussen trainer en paard. Ook leren ze spelen met soortgenoten, zodat ze sociale contacten opdoen. Wat ook weer belangrijk is voor het paard in zijn verdere leven. Ze is net in de stal gegaan en ze heeft al een gezellig vriendinnetje erbij. Kijk, daar is ze. Oh ja? En Jimmy staat nu eventjes buiten de paddock. Dan kan hij daar nog eventjes lekker zijn beentjes strekken. En misschien ook even wat plassen en wat drinken. Steeds meer ook. Oh, je zit aan mijn broek te eten.
even kijken bij Notorious. Notorious is onze 2-jarige hengst. Hij heeft dezelfde moeder als Pirelli, Uvira. En de vader van Notorious is Desperado. Dit is hem. Zo braaf, deze. Goedemorgen, het is zondagochtend. Gisteren heb ik niet meer zoveel van de avond gefilmd, want ik was echt kapot. Het was wel echt super leuk. We hebben Pretty Toto naar de wei gebracht, waar ze lekker mag uitgroeien tot een mooi volwassen paard, totdat ze dadelijk 3 is. Daarna zijn we bij Ona wezen kijken. Dat is Ivy, haar halfzusje. Dus die komen van dezelfde moeder. En we zijn bij Notorious wezen kijken. Dat was wel echt onze grote verrassing. Die hebben we gekocht als veulentje. Ja, die hebben we gekocht toen hij 6 maanden oud was. En die hebben we daarna eigenlijk, omdat het 3 uur met de auto rijden is, ja, niet meer gezien. Dus we waren gisteren in de buurt en zijn we eventjes bij hem wezen koekeloeren. Hij was echt groter dan ik had verwacht en was echt heel mooi. Vandaag reizen we af naar Lisserbroek. Want we gaan voor de 2e keer vandaag ZZ Zwaar rijden. Vorige keer dat we ons ZZ Zwaar debuut hadden, had ik in de nabespreking een beetje vaak, zag ik ZZ Licht en ZZ Zwaar door elkaar gehaald. Vorige keer was ons ZZ Zwaar debuut en vandaag gaan we het voor de 2e keer doen. Ik heb onwijs veel zin in. Het zijn andere proeven als de vorige keer, maar ik heb ze goed geoefend. We zijn er klaar voor. Met Ivy ging echt heel erg goed. Zo voor de 2e keer ZZ Zwaar waren we zeker in de eerste proef echt heel veel beter als de vorige keer. We waren 2 keer 2e geworden. De eerste proef met 66% en de 2e proef met 61%. Nu in de 2e proef was wel net als de vorige keer dat er heel veel juryverschil zat. Want bij de ene jury had ik 59% en de andere jury had ik 65%. Dus daar nemen ze dan het gemiddelde van. Dus dan was de score echt wel iets lager als in de eerste proef. Maar dat geeft ook niet. Dus ik had in de 2e proef ook wel een heel klein beetje wat slordige dingetjes. Nu ben ik mijn verhaal kwijt. Steve zat er doorheen te praten. Ivy staat weer lekker afverzorgd bij haar op stal. En nu gaan we thuis de paardjes van de wei halen. Ja. Wil je ook nog wat zeggen?
De laatste paarden zijn we van de wei aan het halen. Ik haal de paarden binnen en Steef is met haar hark alle poep aan het scheppen. Nou, deze week zit er dan weer op. Toch? Ja, deze week zit er weer op. Oh, kijk, ik heb een hulp. Kijk, Cesar die solliciteert voor poep. Hij gaat harken. Hij solliciteert voor poepschepper. Vindt dat je het niet goed je bent doen. Aangenomen, vriend. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En tot volgende week. Doei!